Amsterdam verkeerd gaat. Hier gingen wij altijd lopen. Ja? En dan niet in het water vallen natuurlijk, hè? Dat snap je wel. Nou, ze komen ook wel eens bij de Amsterdamse poort, weet je wel. En als ze dan in de... Ja, hallo. Ik wil jij het vragen, dan Tom? Ja. Maakt u de deur even open? Is dit het stadhuis van... Ja, kunnen we erin of niet? Maar we wilden even vragen of dit het stadhuis was. Wat spreekt u? Ja, we wilden even naar binnen om te filmen. Ja, goedemorgen mevrouw. Wij komen uit Weesp en we zijn hier vroeger getrouwd. En dan wilden we vragen of misschien even de deur open mocht om te filmen. De deuren, hè? Oh, zo mooi, jongens. Hè. Het was kijk, zo mooi. Kijk, zo mooi is het. Die zijn nog mooier dan de groene. Zo mooi. Of we een shot nog te nemen zo? Nee, dat mag juist niet. Nee. Oh, het is heel spijtig. U mag wel even kijken. Ja? Maar we willen liever niet dat er gefilmd wordt. Dus ik verzoek wel deze de camera uit te zetten. Oké. Nou, hier zijn we bij het strand waar we dus altijd zaten en liepen en waar we verkering zochten, denk ik. Want dat was wel de hoofdzaak. Annie en ik, kijk Annie, kom aan, kom er even bij. Nou, dan liepen we heel wat keertjes heen en weer voordat we dat voor elkaar hadden. Want het was niet altijd een jongen beschikbaar voor ons. En dan hadden we mooie strandstoelen waar we in gingen zitten. En ja... Die gooiden ze wel eens om. Hè? Nou, en dan wij rennen voor ons leven om er niet gepakt te worden. Dus ergens waren we toch op een jongen uit, maar niet op die manier. Hè? Daar waren we niet beschikbaar voor. We zijn even de auto uit. Teunis had er geen zin in, maar oké, wij willen de zee zien en ruiken. En desnoods nog voelen ook, maar ja, daar is het te koud voor, hè? Anders ga ik er nog wel in, hoor. En we liepen altijd die dijk hierop, weet je wel? Hier, die dijk kun je voorstellen, hè? Nou. Moeten we nou proberen. We kunnen niet eens op die steen komen. Wacht, zie maar. Ik wou even op die steen gaan staan, maar dat lukt niet eens, volgens mij. Ja. Heel leuk. Nou. Heerlijk. Maar wat zijn de mooiste herinneringen aan deze plek? Ja... Onze kindertijd, denk ik toch. Denk ik toch onze kindertijd met mijn vader. En aftrokken en het vuurwerk. En met mijn vader, dan mocht je op zijn rug en dan zwom je met hem mee. Zo, teun maken met vast. Even wachten, niet te schrijven. Ja, zo. Die zijn er besloten. Nee, ja, en dan werd het zo naar voren gehaald. Zo. En dan werd dit, moest hangen, Teun. Dat hakt ook. Dit moet hangen, nee, dit ging niet een strik. En dit was de mode van dit toen? Dit was de mode van toen. Ja. En dat, ja. En daar kwamen dus de mooie jongens op af? Ja. Ja, dus zo, Teun, een beetje onder mijn oor. Ja. En dan een knoop er nog in, en geen strik. Zo kwam dat te hangen, Tom. Zo. Ja, Teun, zo. Heb jij het al? Anne, heb het al. Hier. Anne, heb het al. Zie je wel. Zo liepen we er dan bij. Hè, te charmeren voor een knulletje, een jongen te krijgen. Nou, en die was bang van jongens. Ja, Annie was bang van jongens. Dat is ze nou nog. Ja, hè, Tom? Dat zie je zo wel aan dan. Nou, dit is dan toch de ware man geworden. Ja. 50 jaar getrouwd nu en. Ja. Ja. Maar ik heb hem niet hier ontmoet. Nee, in de duinen. Nee, ook niet. Oh nee, jullie met de duinen. Ja, allemaal. Ik zeg altijd dat. Nee, in de Spuistraat. Ja. Ja, ja. Waar we straks naartoe gaan. Maar jullie kwamen vaak hier. Ja. 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 Nou, ik zit hier in een rietenstoel.
En dat is dus ja, ook een beetje nostalgie van vroeger, zoals wij altijd in die stoelen zaten. Als het seizoen afgelopen was en dan gingen wij even de stoelen uitproberen. Want normaal kwam je daar niet in te zitten, hè. Moest je allemaal betalen. Nou, en dan werden ze ook wel eens vaak omgetrokken door de jongens die dan langs liepen. En dit is dus een beetje nostalgie. Dat wil ik even laten zien. We zijn nu bij een haringtent gekomen. Haringwinkel of ja, met allerlei vissoorten. Geweldig. Dus dat gaan we nu even proberen, want Tony heeft er erg veel trek in. Jij bent een grote haring, Tony. Nou, ik lust gewoon haring met uitjes. Ja, kom er even bij. Nou, de haring die ik had laten zien, willen laten zien dat we die zouden verorberen hier in de strandstoel, dat is niet gelukt, want de haring zit inmiddels al van binnen bij ons. We hadden zo'n trek dat we dat niet konden maken. Ik ben een totale grote ook. Heb jij genoeg geld bij? Hey. Heb je al genoeg geld bij? Ik heb niet. Ja. Dadelijk gaan we naar Duindorp. Dat lijkt ons ook heel leuk. We hebben tot nog toe alles mee. Dus geweldig, werkelijk waar. Gaan surfen, skieren, hè? Hier gingen we altijd spelen in het portiek. God, ik ga het heel even naar boven. Weet je waarom? Ja. We gingen altijd vadertje en moedertje daar spelen. Ja. Daarboven. En dat was op woensdagmiddag, net als nu. Nu is het ook woensdag. En dan kregen we een paar biscuitjes en die gingen we dan altijd zo fijn doen, weet je wel. En dan moest je een cent betalen om mee te mogen spelen. En van dat geld gingen we weer leuke dingen doen. Hé, hey, Anne, toch meisje van Wessel zeker? Ja. Nou, dit was het. Ik heb die banken. Ja, dat moet toch het hoekje zijn. Het was al pikken donker. Dat snap je natuurlijk wel. Dus dit is het beroemde bankje? Ja, het beroemde bankje. Je moet nog ergens in staan en Teun. Kunnen jullie nog laten zien wat jullie toen deden op dat bankje? Nee. Ja! Ik denk niet dat ze dat leuk zullen vinden als ze zien wat wij hier deden, Tom. Nee. Ik zeg, als het goed is moet de naam er nog in staan. Nee, daar staat er niet in. Maar dat is niet zo, dat hebben we niet gedaan, want het was hartstikke donker. Nou, het enige wat we deden, Tom. Dat is eigenlijk niet zoveel. Nee. We gingen gewoon op de schoot zitten. Ja. Ja. Nou, dat doet nog wel. He, dat kan nog wel. Ja, toch? Dus ik zat zo lekker op zijn schootje. En nou ja, dat was het gewoon. Ja. Dat was je aanraking met elkaar. Verder ging je nog niet, toch? Nee. Was al heel wat. Maar waren jullie nooit bang om betrapt te worden? Nee, we zaten het al lekker dicht bij elkaar. Ja. Nee, maar nou hoef je dat niet meer te doen. Nee. Dan word je vermoord. Denk het wel, ja. En dan waren er hier toch al zoveel. Ja, onherroepelijk. Ja, onherroepelijk hoor. Je wordt nou hier. Je wordt hier op zee boven. Ja, dat moet je even doen, want ik ben gek op bramen plukken al geweest. Zijn de bramen? Oh. Ja. Let op voor de poep, Anne. Ja, die heb je. Let op voor de poep, jongens. Ja. Oh. Een beetje nostalgie. Nou, staan mijn dochter roepen, kom je, ben gek, breng het lekker. Oh, zalig. Voor mij is het nostalgie hoor. Hey. 50 jaar geleden. Oh. Kijk, Tom, die gingen wij altijd plukken. Ja. En dan deden we het in bussen. En dan gingen we het aan de rijke mensen verkopen. Dat is een lange heer ervoor. Ja. Ja. En dat is dus. Wat zie je? Kijk uit hoor. Moet je proeven? Ja. Ja. Mijn deel riep ik dan. Ja, lekker. Wattig, ja. De ene keer ben ik in de Tolense straat geweest. Schert. Heerlijk. Die dingen zijn nog duur hoor, als je een dingetje koopt, hè. Ja, je had me over haar, dat die gaat ook samen met Darling Konijn daarvan. Nou, dat was bramen plukken. Ja. Ja. Nou, bye bye. Ja. Dit was Duindorp, Scheveningen.
en Annie's geboorteplaats. Nee. Oké? Okay? Ik hou van je. Ik heb niet tegen mijn man gezegd, ik hou van je. Maar wel dan ga ik nu maar zeggen tegen de boom. Ik hou van je. Boom, voel mij aan. Irene zei het, als je tegen de bomen praat, dat je dan rustiger wordt. Ja, ja. Nou, en dat doe ik dan maar. Ja, dat doen we dan maar. Ja, ja. Uiteindelijk staan we hier en ik voel het best wel heel happy. Prettig aan, hè? Nou, ja. Voelt heel prettig aan, die boom. Ja, ja zo ja. Vrij breed, hè? Ja, hele brede boom. Hele brede boom. En het lijkt echt, hoor, als je hem omarmt, Tom, dan is het net, dan voel je geen mast, maar het voelt vanzelf zacht. Je fantasie maar laat spelen, dan komt het wel goed met Annie. Dit is de school van de bleekneusjes. Dat bestond toen al, toen Rob geboren werd, dat we er altijd langs kwamen. En nu bestaat het nog, maar wel gerenoveerd. En als je dus een beetje zwakjes bent, dan kom je op deze school terecht. Op het arm. Ook armen. Arme gezinnen, die waren het meestal. Ja, ja. Ik denk het ook wel. Ja. En dan ook liggen buiten, hè? Ja. Buiten op de lichtstoelen. Ja. En die Duitsers en hebben zitten ze er nu niet in? Nee. De Duitsers hebben er ook in gezeten. Vertel mijn nichtje net. Annie, hè, Ann? Ja. Annie weet veel meer dan ik, hè? Ja, die Duitsers. Die zij weet veel meer. Ook dan gingen we de brooien pikken. Ja. De brooien pikken, hoor je het? Ja. Schevenings is dat. Ja. Moet je wat goed Schevenings horen, dan moet je het van haar horen. Ja. Ja, dan hebben ze er bijna brakken erbij. Oh. Dus dit is een speeltuintje? Wat een speeltuintje. Ik vond het altijd zo donker hier, Tom. Ja? Zo donker vond ik het hier. Daarom vond ik het altijd een beetje angstig. Ja. Ja, ik vond het zo donker hadden door die bomen. Hé, hey, al, het hout hebben ze hier gegooid van de bomen. Ja, ik ken het zwemmen. Kijk, jij zwemmen dan al? Nee, ik kan het niet. Ik heb geen band. Nee. Oh, mijn kutje. Hij zag ook mijn kutje. Zij heeft nog een rubberen band en ik niet. Kijk maar. Ik zal je laten bloeden. Hartstikke. De speeltuin waar we vroeger speelden. Nou, is dat niet leuk, Ann? Oh, ik zal wel verbiurd zijn. En Annie was altijd zo bang voor de moordenaar. Ik weet wat Teun deed. Moordenaar. Die liep hier. En dan zei ze altijd, nee Annie, ik durf niet. Ook in die zandbak, weet je wel. Maar dat was ook echt waar. Dat moest je ook wel bang zijn. Hoppatee. Hard voor die kindertjes. Nou. Joepie. Als we allemaal gaan met de kinderen, zal de bomen.